De Europese integratie was vertrokken. Kolen en staal, dat werd nu samen beheerd. Maar men had het gevoel van, we moeten verder gaan. We moeten meer stappen zetten. We moeten extra dingen samen gaan doen. Er waren twee plannen waarover werd nagedacht. Atoomenergie. Misschien moeten we daar rond in Europa ook samenwerken. En dan, tweede plan, misschien moeten we proberen om van Europa één grote markt te maken. Eén douane-unie, de landen eigenlijk economisch in elkaar gaan klinken. Een Europese economische gemeenschap. En over dat idee van die economische gemeenschap en die Euratom moest onderhandeld worden. Van hoe ga je dat precies organiseren, zo één markt? Op welk vlak ga je rond atoomenergie beginnen samenwerken? Hoeveel moet dat kosten? Ga je er landbouw ook nog bij nemen? Welke tarieven ga je hanteren als er vanuit het buitenland gehandeld wordt met Europa enzovoort? Enfin, heel veel technische beslissingen die moesten genomen worden. En die onderhandelingen die hebben voor het grootste deel plaatsgevonden in Brussel op Hertoginnedal. En daar, onder leiding van Paul-Henri Spaak, zijn vertegenwoordigers van de 6 landen, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland, zijn eruit geraakt. Men heeft maanden onderhandeld, vaak tot diep in de nacht, maar men heeft uiteindelijk beslist van, we gaan dat op deze manier organiseren. Een Euratom en een EEG, een Europese Economische Gemeenschap. Nu was het tijd om die verdragen plechtig te gaan ondertekenen. En die plechtige ondertekening zou doorgaan hier in Rome, op het Capitool. Vandaag is het een museum aan het standbeeld van Marcus Aurelius. En de teksten van de verdragen zouden met de trein vanuit Hertoginnedal naar Rome gebracht worden. En die treinrit is een heel hindernissenparcours geweest, omdat die mensen die verantwoordelijk waren voor de logistiek, die stappen op de trein, dat is een passagierstrein, maar aan het verdrag werden op dat moment in Brussel nog wel een aantal details gewijzigd. En dat moest allemaal heel ambachtelijk gebeuren. Als je op pagina 4 een woord toevoegde, dan schoof alles op. Op pagina 5, 6 moest je dan eigenlijk ook opnieuw gaan typen. Dat moest dan gestenceld worden, of een hele operatie. En men had al dat materiaal, typemachines, stencilmachines, extra papieren in een aparte goederenwagon aan de trein gehangen die vanuit Brussel vertrok via Luxemburg, via Zwitserland naar Italië. Die onderhandelaars en die technische ploeg die komen aan in Milaan tegen de ochtend en die merken dat de wagon met de verdragen er niet meer aan hangt aan hun trein. Wat bleek er gebeurd? Wel, in Zwitserland was er een wet die zei een trein moet ofwel een passagierstrein zijn ofwel een goederentrein. De Zwitserse spoorwegpolitie die hadden 's nachts gezien van ja, er hangt hier een goederenwagon aan een passagierstrein. Dat kan niet. Die goederenwagon werd afgekoppeld, stond op een zijspoor. Enfin, dat is een hele operatie geweest om uiteindelijk die wagon terug te vinden. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Ze zijn ermee hier in Rome gekomen, maar intussen, ja, er werd aan dat verdrag nog geknutseld en gekneed. En hier in het museum moest dat allemaal dan opnieuw getypt worden, vertaald, gestenceld. Dit museum zit vol met kostbare, prachtige schilderijen, fresco's enzovoort. Dus men probeert dat allemaal wat te beschermen. Daar ligt overal plastic, karton. En men heeft dan uiteindelijk die teksten van het verdrag uitgespreid over de vloer om te laten drogen. En alles was klaar. Die ploeg gaat naar het hotel, komt de volgende ochtend terug en merkt dat al die papieren weg zijn. En wat bleek er gebeurd? De poetsdienst was 's ochtends heel vroeg langs geweest. Die dachten van wat voor een rommel is dat hier allemaal? En die hebben alles meegenomen. En met de vuilnisdiensten meegegeven. Die onderhandelaars, die technici, die zijn toen in taxis gesprongen van hier op op de heuvel zijn Rome rondgereden naar de stortplaatsen op zoek naar de verdragen. Hebben niks meer gevonden. Zijn dan teruggekomen naar hier. Hebben dan mensen vanuit Luxemburg laten overkomen om toch nog mee te helpen. Om te hopen dat het zou lukken om alles weer uitgetypt te krijgen. Er waren jobstudenten die dan aangeworven zijn aan de Universiteit van Rome. Die studenten die komen naar hier ook. Maar die beslissen dan om in staking te gaan. Omdat ze vonden dat ze te weinig betaald werden. Die stonden hier met stakingspiketten. Verder werd dan ook extra geld voor gevonden. En uiteindelijk is men wel min of meer klaar, maar dan moeten die papieren in de juiste volgorde worden gelegd. En dat is een zootje geworden, een rommel. Dat was zo chaotisch allemaal. En de boekbinder kwam hier de dag voor de plechtige ondertekening, op 24 maart. Die stond hier en die zei van ja, eigenlijk het enige wat ik kan doen, dat is een dikke stapel witte papieren nemen, blanco bladeren, dat inbinden. Vooraan zetten we de verdragen van Rome. Achteraan zetten we de landen die meedoen.
En daar kan ondertekend worden. En ja, daartussen alleen witte, lege bladzijden. En zo is het gebeurd. De verdragen van Rome, zoals die hier plechtig ondertekend zijn, waren eigenlijk een stapel blanco bladeren. En de ministers, de onderhandelaars die dan uiteindelijk hun handtekening gezet hebben, hadden het niet eens door. Na de ondertekeningsplechtigheid zijn ze hier naar buiten gekomen. Het was pijpenstelen aan het regen, het was verschrikkelijk slecht weer. Mensen in Rome waren hier wel. Ze stonden hier onder grote paraplu's, want ja, mensen hadden het gevoel van dit is belangrijk, hier willen we bij zijn. Er hingen in Rome ook overal affiches, 6 meisjes die elk een land voorstelden, elk met een rokje in een nationale vlag. Europa unita per il progresso e per la pace, Europa verenigd voor de vooruitgang en voor de vrede. En, ja, mensen waren erop afgekomen. Alle klokken boven Rome luiden ook. En ondanks de regen, het was een feest.